Welkom bij de tweede aflevering van Novum, waarin we spreken met opiniemakers uit de advocatuur, uit de rechtspraak en uit de politiek over dilemma's die de advocaat zoal bezighouden. En vandaag hebben we het over bedreiging, of beter gezegd bedreigd worden in je positie als advocaat. We spreken erover met Ine Spee en Robert Krensleroy. Ine, Robert, welkom. Ine, mag ik vragen je kort voor te stellen? Mijn naam is Ine Spee, ik ben crisisadviseur bij ARC IVP. Wij ondersteunen organisaties die schokkende gebeurtenissen meemaken. En binnen ARC doen wij ook onderzoek naar de psychosociale effecten van bedreiging. Dat onderzoek hebben wij tot nu toe gedaan bij journalistiek, OM en dergelijke, burgemeesters. En gaan wij nu ook voortzetten bij advocatuur en rechtspraak. Dankjewel. Robert? Bas, dankjewel. Robert Krensleroy, advocaat in Rotterdam bij Van Ardenne en Krensleroy advocaten. Maar ook lid van de Algemene Raad sinds 1 januari van dit jaar. Met de portefeuille bestuurlijke vernieuwing, governance en veiligheid. Robert, het lijkt alsof advocaten tegenwoordig steeds vaker met bedreiging te maken krijgen. Wat is jouw kijk daarop? Ja, ik weet niet of het steeds vaker is. Ik heb wel het idee dat we het steeds sneller weten. Maar misschien heeft dat te maken met de social media. Datgene wat gisteren gebeurd is, is oud nieuws. Maar wat 2 seconden geleden gebeurd is, dat weet de hele wereld al. Dus ik denk dat het onderwerp snel aandacht krijgt en terecht ook aandacht krijgt. Maar ik denk dat het wel van alle tijden is. En belangrijk is natuurlijk wel dat we alert reageren op het moment dat er sprake is van een bedreiging. Maar of het nou iets nieuws is, dat weet ik niet. Maar het is wel iets wat aandacht vraagt en blijft vragen. Je bent zelf ook eens bedreigd als advocaat. Hoe heb je dat toen ervaren? Ik ben deken geweest van de Orde van Advocaten in Rotterdam. En ik heb in dit kader van een klachtbehandeling met een klager een gesprek gevoerd die, om het eufemistisch te zeggen, de grenzen verkenden en misschien ook wel overschreden. En ik heb dat toen besproken binnen de Raad van Toezicht en uiteindelijk ook met de hoofdofficier van Justitie contact gezocht. Een deken heeft regelmatig contact met een hoofdofficier van Justitie over allerlei zaken, maar ik had niet gedacht dat het mijzelf een keer zou betreffen. En het interessante was dat de hoofdofficier het eigenlijk veel serieuzer opnam dan ik zelf. Dus dat was wel weer een inzicht in je eigen zijn. Kort en goed zei hij, een advocaat en een deken die zich functioneel bezighouden met de rechtsstaat, die moeten dat beschermd kunnen doen. En die moeten niet worden belemmerd in de uitoefening van hun werkzaamheden. Dus wij gaan dat aan deze zaak doen. En toen is ook eigenlijk vrij snel opgelost waar ik mee zat op dat moment. Ine, jij hebt onderzoek gedaan naar de psychologische effecten van bedreiging. Wat kwam daaruit en herken je wat Robert zegt? Ja, wij hebben onderzoek gedaan naar de psychosociale effecten van bedreiging. En daar komt eigenlijk al gelijk in terug waar jij het over hebt. Dat je een onderscheid kunt maken tussen objectieve veiligheidsbeleving en subjectieve veiligheidsbeleving. En die objectieve veiligheid die gaat natuurlijk over hoe groot is de dreigingsbeeld, kan ik daar zelf een inschatting van maken, moet ik me echt ongerust maken. En maar de subjectieve die gaat vooral over de persoonlijke kant. En dat, jij geeft al aan, voor mij was het niet zo heel erg heftig. Maar het kan zijn dat dezelfde objectieve dreiging voor mensen een heel verschillend effect heeft. En het kan zijn dat mensen daar ontzettend bang van worden. En het kan ook zijn dat mensen er geen oog minder om dicht doen 's nachts. Dus dat verschil is heel erg groot. Je ziet in het algemeen wel dat de impact groot is. Dat er veel stressgevoelens zijn bij mensen, slecht slapen, piekeren. En die impact is nog groter als het gaat over impact op privéleven. Dus mensen zeggen, nou, ik heb besloten om officier van justitie, rechter, advocaat te worden, maar mijn partner niet. En zeker mijn kinderen niet. En je ziet ook vaak dat als er sprake is van beveiliging, dat die beveiliging zich ook richt op die publieke ambtsdrager, maar niet zozeer op zijn of haar gezin. En dat is heel heftig. Ja, het hoort erbij. Hoor ik Ine ook een beetje zeggen dat dat een gedachte is die misschien leeft bij advocaten. Hoe zie jij dat, Robert? Ja, ik hoor het advocaten zeggen dat het erbij hoort. Maar ik vind dat dat niet zo is. Ik denk dat je als advocaat je werk moet kunnen doen in een veilige omgeving. Het is echt niet stoer om te zeggen dat het erbij hoort. Ik denk dat je serieus met dit soort signalen om moet gaan.
tijdig aan de bel moet trekken als je het ervaart. Want erbij horen is niet oké. Dus ik vraag er ook uitdrukkelijk aandacht voor dat je dit soort signalen bespreekt op je kantoor met de deken of met de NOVA. Want het erbij horen is de verkeerde aanpak, zou ik zeggen. Ja, Ine, hoe help je mensen die bedreigd worden? Nou, het begint bij deze norm telkens maar weer uitspreken. Het hoort er niet bij. Het begint bij het serieus nemen. Het begint bij niet je eigen norm op een ander leggen. Zo van, nou, ik heb er geen last van, dus jij zult het ook wel niet hebben. Mensen zijn gebaat bij een luisterend oor. Mensen zijn soms ook gebaat bij een paar gesprekken met iemand om het een beetje duiding te geven. En adviezen te krijgen, ook hoe ze dat bijvoorbeeld met familieleden en kinderen doen. We hebben veel vragen gekregen van bedreigde mensen. Van wat doe ik eigenlijk met mijn... hoe vertel ik dat mijn kinderen? En het heeft natuurlijk soms ook effecten voor het social media gedrag van pubers, als je die in je gezin hebt. Dus daar zijn veel vragen over. Dus het gaat over ernaast staan, het serieus nemen, tijdig signaleren of er iets extra's nodig is. En ja, met elkaar uitstralen van dit hoort niet bij onze beroepsgroep en dit accepteren we niet. Advocaten kunnen natuurlijk ook aangifte doen van bedreiging. Of is dat te makkelijk gezegd? Ik denk dat het te makkelijk gezegd is. Het doen van aangifte is voor advocaten een grote stap. Je gevoel is wellicht dat je het groter maakt dan nodig. En dat je de controle wellicht verliest over datgene wat zich afspeelt. En dat is voor een advocaat een dilemma. Daarnaast hoor ik wel dat advocaten bang zijn dat ze de vertrouwelijkheid schenden. Omdat ze in feite in de relatie met hun cliënt naar buiten gaan. Terwijl ze dat niet mogen doen. Maar dan, daar zeg ik van dat eigenlijk die vertrouwelijkheid niet speelt in de situatie waarin de advocaat bedreigd wordt. Door zijn cliënt of anderszins. Die vertrouwelijkheid ziet op datgene wat tussen de advocaat en de cliënt is gewisseld in het kader van de behandeling van de zaak. En daar hoort een bedreiging niet in thuis. Dus in zo'n situatie zou ik over de vertrouwelijkheid eigenlijk heen willen stappen. Maar ik heb het al eerder gezegd, voer in zo'n situatie eerst overleg op kantoor met de deken, met mensen van de NOVA, lawcare, vertrouwensmensen, het gesprek daarover aan te gaan. En dan geregisseerd het contact zoeken met het Openbaar Ministerie. Zeker. En zijn er ook rechtsgebieden waarin je bedreiging vaker tegenkomt? De verwachting is vaak dat de strafrechtpraktijk de meeste bedreigingen kent. De strafrechtpraktijk kent inderdaad bedreigingen. Maar er zijn helaas ook in andere praktijken bedreigingen bekend. En dat zijn de praktijken waar grote emoties een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld in het personen- en familierecht. Maar ook bij advocaten die zich met faillissementzaken bezighouden. Waar grote persoonlijke drama's zich voltrekken met heel veel spanningen bij mensen. En advocaten die zich bezighouden met de voormalige BOPZ-praktijk. Met hele kwetsbare mensen die onder toezicht worden geplaatst met alle gevolgen van dien. Er is veel contact. De NOVA heeft ook geïnventariseerd bij de specialisatieverenigingen waar mogelijk bedreigingen voorkomen. Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van wat speelt er, wat voor bedreigingen spelen, waar zitten jullie mee. En kan de NOVA daarbij een helpende hand bieden. Omdat het natuurlijk zaak is dat we weten wat er speelt. Om daar ook passende tools aan te kunnen reiken. Om advocaten in staat te stellen om hun werk veilig in een verantwoorde omgeving te kunnen laten doen. Welke zijn de tools die de NOVA aanbiedt? Er is een aantal tools, maar misschien is het belangrijkste, denk ik, dat de advocaat zelf zich bewust is van het feit dat als er een bedreiging is, of die dan groot is of klein, dat hij dat bespreekt. Ik denk dat het belangrijkste is, want de advocaat is de eerste die daarmee te maken krijgt. Ik heb al eerder gezegd dat de NOVA een noodtelefoon heeft gecreëerd waar advocaten in nood kunnen bellen. Mijn advies is overigens wel om tijdig dat nummer op te zoeken, want nu moet je met je advocaten pas inloggen met een of ander apparaat en dat ben ik meestal kwijt. Dus als er echt nood aan de man is, zou ik het maar gewoon in je telefoonlijst opnemen, maar dat even terzijde.
Die noodtelefoon is er. Als het echt urgent is, 112 heb ik al gezegd. Lawcare is een initiatief van de NOVA om met vertrouwensmensen, advocaten met bredere vragen, niet alleen bedreiging, maar bredere vragen, te woord te kunnen staan. Ik denk dat dat een mooi initiatief is. En heel recent heeft de NOVA de veiligheidsscan aangeboden. Een mogelijkheid voor advocaten om te kunnen onderzoeken wat wat nodig is om hun praktijk in een veilige omgeving te kunnen doen. Waarbij een probleem is dat advocaten soms ook aan huispraktijk hebben, en waardoor dus de praktijk en het huis heel dicht bij elkaar komt. Waar die veiligheid met name een issue kan zijn. Dus dat vraagt dan wel bijzondere aandacht. Zeker, Ine. Zijn dat maatregelen waarvan jij zegt, ja, die zijn effectief, die werken? Ja, dus je doet alle mogelijke pogingen om mensen de mogelijkheid te bieden om contact te maken. En om te zeggen van, ik heb hier een probleem mee. Want een van de dingen die we natuurlijk absoluut niet willen, is dat het invloed gaat hebben op de functieuitoefening. En dat mensen denken, ik laat bepaalde zaken maar lopen. We zien dat, we hebben onderzoek gedaan bijvoorbeeld bij wethouders en burgemeesters. En dan zie je dat bepaalde wethouders dan zeggen van, nou, dat dossier laat ik nu eventjes aan mij voorbij gaan. Dan heeft het dus al invloed op je functioneren. Dus jullie doen allerlei handreikingen om A in beeld te brengen van, is er sprake van de effecten van bedreiging? En dan, als dat het geval is, kun je ergens terecht. En daar begint het, ja. Ja, ik denk dat dat ook de faciliterende rol is van de Nederlandse Orde van Advocaten. Maar ook van de lokale dekens, die echt aanspreekbaar zijn. Dat is ook mijn eigen ervaring. En echt bij twijfel, zoek dat contact. Heb het overleg, probeer het op je eigen kantoor. Maar houd vooral niet voor jezelf. Want naarmate het langer duurt, kom je ook als advocaat, denk ik, vrees ik, op een hellend vlak terecht. En dat kan ook uiteindelijk afbreuk doen aan je onafhankelijkheid als advocaat. En dan kom je in de gevarenzone. Dus voorkom dat, zo men. En wat we in ons onderzoek ook hebben gezien, is dat mensen het vaak fijn vinden om een soort lotgenotencontact te hebben. Even contact te hebben met een collega die hetzelfde heeft meegemaakt. En om eens te horen, hoe heb jij dat ervaren? Wat heeft jou geholpen? Hoe is dat in jouw gezin gegaan? Heb je er überhaupt over gesproken? Hè? Daar maken mensen ook verschillende afwegingen in. Dus dat kan ook heel ondersteunend zijn. Nee, ik denk, dat zie ik ook. Het is eigenlijk in het verlengde van de vraag die eerder gesteld is van, het hoort er eigenlijk een beetje bij. Nou, daar moeten we denk ik vanaf en ga het gesprek aan, waardoor je ook uiteindelijk zelf minder kwetsbaar bent. Ik denk dat datgene is wat essentieel is. Ja. We gaan zo afronden. Is er iets waarvan je zegt, dit wil ik echt nog even benadrukt hebben? Nou, wat ik belangrijk vind is dat, en ik weet dat daar ook op dit moment gesprekken plaatsvinden over de bescherming van de NAW-gegevens van advocaten. Een zorg is dat heel veel gegevens van advocaten bij de Kamer van Koophandel of bij andere overheidsinstanties bekend zijn. Een van de issues is bijvoorbeeld het UBO-register, hè, waar je als advocaat-ondernemer staat ingeschreven. En dat jouw persoonsgegevens dus makkelijk zijn te herleiden op wie jij bent, waar je zit en wat je doet. Ik denk dat dat een belangrijk aandachtspunt is, ook voor nader onderzoek van de NOVA. Dat onderzoek zullen we ook gaan doen in contact met de specialisatieverenigingen. Daarnaast wat mij opvalt, is dat advocaten ook veel gebruik maken van social media. Foto's van zichzelf met hun kinderen op Facebook, whatever. En mijn advies zou zijn, doe dat nou niet. Want dan maak je je onnodig kwetsbaar. En ik zou dat willen afraden, maar goed, wie ben ik? Mensen mogen het ook zelf weten. Maar wat mij altijd opvalt is dat er heel veel privégegevens eigenlijk automatisch worden gedeeld, omdat het privé is. Terwijl aan de andere kant je als advocaat voorzichtig moet zijn met de gegevens die je deelt. Dus dat is vind ik een belangrijk aandachtspunt. Dankjewel. Ine, iets wat jij nog wil zeggen? Ja, ik denk dat alles wat je bedenkt als handreiking, als tool voor mensen om te ondersteunen, alleen maar gedijt in een klimaat, in een cultuur waarbij het gewoon is om te zeggen dat je ergens last van hebt.
En waarbij het gewoon is om daarover met elkaar in gesprek te gaan. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die norm waar we het al eerder over hadden. Dit is niet normaal, dit heeft invloed, dit raak je persoonlijk. En als je aan die cultuur werkt, dan hebben al die mooie initiatieven die jullie zo mooi op een rijtje hebben, de meeste kans van slagen. Dus dat zou mijn hartekreet zijn. Dankjewel, Ine, Robert, voor jullie inzichten. Dat was het voor deze keer. Veel dank voor het kijken en graag tot de volgende aflevering.